Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits, aflevering 46 alweer in deze fantastische achtbaanreeks. En vandaag gaan we weer 3 achtbanen bestrijden, jullie weten het, tegen het onrecht en het kwaad. Ik weet niet waarom, maar ik zie geen kwaads in de achtbanen, maar ik noem het gewoon. De eerste achtbaan die we gaan doen is namelijk... Ik geloof dat we vorige keer... Ja, we waren bij Generation Park. En nou weet ik niet of dit één achtbaan is of een heel park. Dat is altijd even afwachten. En dan kan de aflevering ineens heel anders worden. Want ja, als er natuurlijk 5 achtbanen in een park staan... dan heb ik al een hele aflevering. Want we mogen namelijk 3 achtbanen maximaal bereiden. Jongens, mijn framerate is helemaal gedaald. En ik weet niet waardoor dat komt. Ik denk dat deze achtbaan heel veel details heeft. En daarom zet ik eventjes de detail wat minder. Want echt waar... Hij is eventjes aan het moeilijk doen, althans. Nou jongens, ik kan nu wel beter door het park lopen, want ik heb de settings op heel laag gezet. Ik wil toch dat we dit kunnen spelen. Ik bedoel, het zal wel helemaal volgebouwd zijn. Nou, degene heeft dus ervoor gekozen om eindelijk geen bosjes langs de paden te zetten, maar gewoon lekker bomen. En waardoor we dus nu onder de achtbaan doorgaan. En als het goed is dit de achtbaan zelf al. Volgens mij is het een dueling coaster. Een dueling. En het zag er heel erg gaaf uit al. Alhoewel, het laadde heel langzaam. En ik denk dat dit de reden is waarom het dus heel langzaam laadde. Er is gewoon een complete Main Street gebouwd hier. En dat vind ik echt fantastisch. Ik hoor zelfs muziekjes. En wat ziet dit er grappig uit, joh. Moet je kijken. Zijn het ook ingerichte huisjes? Nee, het is helemaal zwart. Helemaal donker. Helemaal grauw. Ik ga gewoon even langs deze huisjes, want hier, deze is volgens mij wel ingericht, zoals je ziet. Kunnen we hier naar binnen? Oh nee, we gaan de achtbaan in. Dat wil ik niet. Oké, we zijn weer terug. En hier hebben we ook een huisje. Hallo, kiekaboe. Kijk, er zijn wel huisjes ingericht hoor. Wat grappig. Het zijn gewoon model dingetjes of zo. Dit ziet eruit als een spookhuisje of een hele aparte kerk. Met heel weinig 3D erop. Het is gewoon een plaatje. Maar we komen natuurlijk voor de achtbaan. En ik denk dat dit een stationnetje is. Wat ik dan vergeleken met de huisjes wel weer wat lelijker eruit vind. Scene Generation. We gaan hier naar binnen. En wat een lange wachtrij. Kunnen we dit skippen? Nee. Jammer dit. En we zijn eindelijk bij de trap aangekomen. Oh, ik dacht al. We moeten weer heel lang een rit maken. Het is hier wel heel krap allemaal. Oh, ik wil helemaal vooraan. Kunnen we vooraan? Oh, we gaan nu dat karretje. Ik had gewild in dat rechtse, maar we gaan nu naar linkse. De computer bepaalt het. Wauw, en het zag allemaal mooi uit. Alleen mijn computer vond het niet zo leuk. Dus vandaar dat we nu eventjes de settings dus laag hebben gedaan. Zodat we op level kunnen doen. Ik ben toch wel heel benieuwd. De poortjes gaan nu ook wel eens open. Oh, ik ging een beetje voor mijn beurt. Nou goed, dan wachten we gewoon even af totdat we gaan beginnen. En daar gaan we vertrekken. Het andere karretje gaat iets eerder vertrekken dan mij. Dat zal wel een reden hebben. En daar gaan we. Oh, heerlijk. Ja, dat vind ik fantastisch. We gaan langs het huisje. En ik ben ook benieuwd of er nog wat meer gethematiseerd is in de achtbaan zelf. Dat hoeft natuurlijk niet. Ik vond dit al heel vet. En de rechts is dus eerder vertrokken. Dat betekent dat dat niet eerlijk is. Want we moeten tegen elkaar strijden. Dat vind ik jammer. Oh! Ja, ik hou jullie in. Oh nee. Nou, nu gaan we gelijk. Hoop ik. Daar gaan we. Woehoe! Yeah! Oh, die maakt een looping. God, ik kom er niet meer uit. Jullie weten het wel in de comments. Een barrelrol, kan ik het noemen. En waar is het andere karretje nou? Oh, daar komt er weer een. Ja, daar komt hij. Ik ga winnen. Yes, 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 kom op, kom op, kom op. Oh, die gaat over me heen. Oh, maar ga ik winnen? Wij begonnen! Ja, wij begonnen! Yes! Nou, vond ik wel dat die andere achtbaan, of andere achtbaan track wel wat heftiger was. Ik zag het die al een looping maken en een barrel roll. En ja, het station hadden ze wel wat mooier mogen doen, vind ik. Persoonlijk. Alhoewel ik dit wel weer heel vet vind. Ik doe het ze niet nou hoor, daar niet van.
Natuurlijk telt dit wel mee als één achtbaan, dus we gaan dit niet opsplitsen van de eerste achtbaan en de tweede achtbaan. Dit wordt gewoon één achtbaan, dus vandaar. Maar we doen gewoon een extra achtbaan wel bereiden. Kijken, want deze is voor mij iets grover qua baan. Dat gaan we dus nu zien. Here we go. Wauw. Nou, we gaan snel door naar de volgende achtbaan. Ik ga mijn settings weer terugzetten. En ik vond die tweede layout wel echt fantastisch mooi. Ik zag heel goed uit. Waar hadden we allemaal op gezet, joh? De volgende achtbaan die we gaan doen is de Grand Prix Ruben 94. En dit ziet eruit als een soort van Toverland achtbaantje. Jullie weten, de boosterbike. Dan zit je dus op die groene achtbaan met groene karretjes uit mijn hoofd. En dan zit je dus voorover gebogen om een motor te besturen. Een hele aparte ervaring. Ik heb hem ooit één keer gedaan. Ja, en het is toch heel eng om in die achtbaan te zitten. Want ik kwam er al heel moeilijk op het karretje. Was een heel gedoe, joh. Maar dit keer zit ik gelijk al erop. Dus dat bespaart me wel heel erg om erop te springen. En volgens mij herken ik wel deze achtbaan. Ik heb hem wel eens eerder gedaan, maar nog niet opgenomen. Dus ik doe ook wel eens achtbanen zonder het op te nemen. Dus ik weet ongeveer bijna hoe die gaat. Maar het is dus ook een lanceercoaster. En kijk eens hoe fantastisch gethematiseerd. Oh jee. En de geluiden horen we. Daar gaan we. Ja. En meestal zijn zulke achtbanen op motors zijn ook lanceerachtbanen. Uit mijn hoofd dan. Ik weet niet of het echt een optakeling achtbaan is van zo'n type. Oh, wat leuk zeg. Die thematisatie tussendoor. Dat ziet er fantastisch uit. En ik hoop dat dit wel een beetje vloeiend lopen jullie. Ja. Hij wordt nou voor de tweede keer afgeschoten. Wat gaaf joh. Daar gaan we weer. Zo, dit is wel heel gaaf gedaan hoor. Wauw. Dit was echt fantastisch gedaan. En ik kijk even, want mijn FPS loopt niet helemaal lekker op het opname, zie ik nu. Dus ik ga even kijken of mijn settings nog goed staan. En anders is het een hele grote excuus dat mijn X-Split weer zelf instellingen bepaalt. Zonder het even te overleggen met me. Dat kan af en toe wel eens gebeuren. Maar dit was echt een fantastische achtbaan. Wauw, wauw, wauw. Dit was echt een hele bijzondere achtbaan. Super gaaf gedaan. Simpel, maar wel super gethematiseerd. Kijk hier ook dat begin hier. Moet je kijken, heeft hij een... Wat is het? Zelfs helemaal ingericht. Zelfs zijn t-shirt staat zelfs zijn logo op van zijn achtbaan. En dan kan je nog hier naar beneden ook. Jeetje. En dan kom je hieruit. Gaaf. Heel gaaf gedaan. Super tof. En de laatste achtbaan die we gaan doen is de hamsterrun. Mijn FPS stond inderdaad een beetje verkeerd. Excuus hiervoor mensen. Maar dit ziet er fantastisch uit. De hamsterrun. En ja, ik weet niet wat ik je moet bij voorstellen. Maar het ziet er echt... heel apart en gek uit. En daar ben ik wel helemaal fan van. Dit is de hamsterrun. En dan kijk ik ook die hele rare... wow, hele scherpe bochtjes. Wat grappig joh. Het lijkt me heel erg lastig om te maken. Het is wel een beetje een kinderachtbaantje lijkt het net. Een beetje wat op de kermis kan verschijnen. Die kleurtjes doen het hem ook al. Nou, hier hebben we natuurlijk de scherpe bochtjes. Die herkennen wij allemaal wel. We gaan heel langzaam naar beneden. En nu krijgen wij een diepe daling. Woehoe! Hij gaat helemaal niet heel snel, maar dat hoef ik helemaal niet.
Hier houdt de achtbaan op en gaan we waarschijnlijk achteruit, denk ik. Neem ik aan van wel. Ja. Ja, dat vind ik leuk gedaan. Oh, er wordt er zelfs afgeschoten. Een barrelrol. We krijgen nog een barrelrol. Wat grappig is dit, joh. Ja, dit vind ik echt een heel apart achtbaantje. Heel grappig. Heel comfortabel. En heel klein ook. Ja, dit is toch grappig. Dit maak je weinig mee. In No Limits vind ik dit echt heel origineel. En ja, omdat die Grand Prix eigenlijk ook wel heel vet was. Maar ik vind deze achtbaan ook echt ontzettend leuk. Omdat ik ook zoiets nog nooit heb gezien in No Limits. En ik denk daarom toch dat de tweede achtbaan heeft gewonnen. Ja, oké. Het was een lastige keuze. Ik weet het. Misschien dat jullie deze achtbaan leuker vonden. Of misschien de houten achtbaan. Maar ik vond de Grand Prix echt een fantastische achtbaan. Heel veel details. Maar deze was ook echt op de nummer 2 dan voor mij. Prachtig. Laat weten in de comments welke achtbaan jij het leukst vond. En tot de volgende keer in een nieuwe aflevering van No Limits. Doei doei!